Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Gian Schaven en vandaag gaan we verder in Hongarije. Aflevering nummer 12, ronde nummer 12. Maar heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken, wat je deze dus gaat zien. Dat was in Duitsland. Ik kan recht gewoon ietsje. Klik erop en natuurlijk die video verschijnen natuurlijk. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal en nog niet geabonneerd? Gewoon even doen. Abonneer nou even mensen, kom op, het is een kleine moeite, maar daar steun je me van harte mee. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat erg beter kan worden op deze video. Volg me even op sociale media, @GianLandschouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen zijn in de beschrijving. We hebben dus een aanbieding gekregen van mijn team om nog een seizoen door te gaan, maar dat sla ik even af. We hebben in die vorige wedstrijd de punten vergroot naar Mark Webber. Dus dat is goed om te zien. Hoop ik dat we dat deze keer ook kunnen doen in Budapest. En is het op naar de kwalificatie. Want we zijn inmiddels bij de kwalificatie. Lekker zonnig weer. Ik vergooi er al gelijk mijn eerste ronde. Door die bocht iets te krap te nemen. Daardoor heb ik een corner cutting. En wordt die tijd niet meegeteld. Dus moeten we er zo meteen nog een keer voor gaan zitten. En hier raak ik helaas het grind. Ben de auto daar bijna kwijt. Maar hou hem mooi. Dat betekent zowel dat Jenson Button last van ons heeft in zijn snelle run. En hij wilde niet voorbij. Dus dan laten we hem ook niet voorbij. Zo simpel is dat. Kijken of deze ronde zometeen ons misschien iets kan brengen in deze korte kwalificatie. De laatste bocht mooi aangesneden. Heel scherp bij die binnenkant. En dan gaan we kijken wat ronde nummer 2 van de kwalificatie. Of dat misschien ons een tijd gaat opbrengen die goed genoeg is voor de pole position. We zijn namelijk in de strijd met Mark Webber voor de wereldtitel. Komen daar aan bij de ene laatste bocht. En dat is volgens mij Adriaan Sutil die daar rijdt. Of Liuzzi. Ik weet het niet zeker. Maar Vettel zet een 1.25.6 neer. Sebastian Vettel dus naar de pole. En wij zetten een 1.24.4 neer. En dat is ook de pole position. Webber heeft zich wel verbeterd. Duwt zijn teamgenoot naar P3. Wij dus op pole position, titelrivaal. Result, where did that come from? Pole position, mate! Hey, well done! Titelrivaal dus Mark Webber op P2 op 19e, dus dat belooft nog wat voor de grote prijs van Hongarije. Daar gaan we dan. Geen idee waarom de engineer dat zei. Maar goed, regen hier in Budapest. Op de Hungaroring starten op pole position 20% kans op regen. Intermediates eronder gezet door het team. Op dit circuit kan je niet zo gauw inhalen, het is meer een Mickey Mouse baantje. Langzame bochten, snelle rechte stukken. Dus ja, dat wordt nogal lastig. Kan zijn dat we op de helft van de grote prijs naar de droogweerbanden kunnen gaan. Kijken wat het veiligste is. En dan is het gewoon op, denk ik, naar de wedstrijd. Misschien de car setup nog even aanpassen naar wet of adaptable. Het is maar net wat wij het fijnst vinden. En dan is het op naar de wedstrijd hier in Hongarije. Starten op pole position. Kijken of wij vandaag weer verder kunnen uitlopen van onze titelconcurrent Mark Webber. Ik zou zeggen, daar gaan we dan op naar de wedstrijd. Ik ben benieuwd. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Advies meenemen voor deze grote prijs, want de lampen zijn
uit en we zijn onderweg op dit natte circuit in Hongarije en we komen gewoon goed weg. Webber naar P2, Vettel valt al gelijk Webber aan en Webber zakt terug. Webber zakt terug, komt weer terug. P3, P4 voor de Australische coureur, P5 zelfs. Dit is precies wat we nodig hebben voor dat wereldkampioenschap. Wij gaan aan de leiding op dit natte circuit, schieten al een klein beetje door en geven hier de leiding uit handen aan Fernando Alonso. Toucheren elkaar daar wel stevig. Kunnen we terug aanvallen? Nee. Jammer. Alonso naar de leiding in de Grote Prijs van Hongarije. Zijn hier een beetje in paniek. En ook Nico Rosberg is ons gepasseerd. Maar die pakken wij hier mooi terug aan die buitenkant. Jazeker, we moeten helaas wat over die curbs heen springen. Anders had ik die bocht niet gehaald. En moeten nu vol inzetten op Alonso. Die maakt daar een klein foutje, maar wij maken een grotere fout door op het gras te gaan helaas. Iets te wijd bij die bocht. Rosberg op P3, Massa op P4. Kijken naar de buitenkant van Alonso, dat lukt, maar dat is iets te veel snelheid meegenomen. Zijn de auto daar bijna kwijt. En het is P2, nog steeds. En die achterstand met Alonso begint groter en groter te worden door die fout. Ronde nummer 3 is het, als we hier dan in de spray aan de binnenkant zitten van Alonso en we raken elkaar. Alonso is een voorvleugel beschadigd. De ingenieur zegt, fantastisch, je bent 10 plekken hoger waar we eigenlijk zouden moeten staan, terwijl we de auto daar bijna kwijt zijn. En Alonso kan hier weer terug aanvallen. Lukt dat? Jazeker, want we maken een foutje. Alonso aan die binnenkant. Zit ernaast, maar wij knijpen hem daar af. En Alonso moet nog even geduld hebben in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Het regent hier niet echt. Het is alleen maar de baan die hier nat is. En we zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als de pit window open is en we duiken naar binnen voor onze laatste pitten van de dag. En ik ga gewoon naar de intermediate. Pit limiter gewoon te vroeg aangezet helaas. Gaan wat sneller rijden in de pitstraat. Hier dan afremmen voor de pit crew. ...4,8. Voor een oud spel is dit een snel pitstop. En komen terug op een P11. Maar vallen daar gelijk Barrichello aan die binnenkant. Hij laat ruimte over. Nou, geeft niet op. Wij toucheren hem daar wel een klein beetje. En het is P10. Op naar Lewis Hamilton. En ik denk dat de jongens voor mij zometeen allemaal naar de droogweerbanden gaan. Ik heb daar expres niet voor gekozen. Kijk maar, meer grip dan Hamilton. Op die oude intus van de Brit is hij kansloos. Op naar Kobayashi. Maar daar kunnen we even niet voorbij. Hij verdedigt die binnenkant. Wij moeten alleen even toekijken hoe hij dat doet, want we kunnen er niet voorbij. Hij maakt het ons erg lastig. Webber op P2 rijdt niet al te ver voor ons, maar wij kunnen hier helemaal niks. Zit de klem achter de Japanse coureur. Hier dan ook helaas niet. Nee, we moeten gewoon afwachten wat Kobayashi gaat doen. Naar de buitenkant kijken. En dat is wel raak, jazeker. En dat is P9. De volgende heet dan Robert Kubica. Sorry, dat is P8. Excuseer. P8. En Kubica dus op P7 gaat naar binnen. Jazeker. En dan is de vraag, gaat Kubica en de rest allemaal voor droogweerbanden? En hebben wij misschien wel een cruciale fout gemaakt? Het zou wel jammer zijn als dat gebeurt. Wij dus op een P3. Alonso aan de leiding. En Webber ook naar binnen voor zijn laatste pitstop in ronde nummer 10. Nog 4 rondes te gaan. Webber zegt, sorry, mijn ingenieur zegt dat Webber voor een kortere stint gaat. Omdat hij nu pas naar binnen is gedoken. Gaan daar bijna de fout in. Maar houden de auto daar mooi recht. Dus dat is goed om te zien met nog 4 rondes te gaan. Nog steeds nat op het
Budapest circuit. Ik zit steeds met Interlagos in mijn kop. Maar goed, dat is mijn fout. En moeten het zometeen met nog 4 rondes te gaan zien af te gaan werken hier in Budapest. Gaan dan meer WK-punten binnenhalen dan Mark Webber en vergroten onze voorsprong in dat wereldkampioenschap. Maar dan zit daar Fernando Alonso op de droogweerbanden. Wij duwen hem daar compleet van de baan af. Ik denk dat we een strategische fout hebben gemaakt, want de rest rijdt allemaal op droogweerbanden. Wij nog steeds op de intermediates vanwege de baan die nog nat is. Ik durfde de gok niet aan. En als ik nu naar binnen zou duiken, zouden wij gewoon achter Webber eindigen. En dat is niet de bedoeling, met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Alonso kijkt. Heeft meer grip en meer snelheid. Wij proberen de auto zo breed mogelijk te houden. En we zitten einde ronde nummer 13, begin ronde nummer 14 als Mark Webber is aangesloten. Alonso probeert het, wordt daar geblokkeerd en Webber profiteert mee. En we zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. En als Mark Webber hier misschien wel de aansluiting kan vinden. Het zou wel jammer zijn dat dat gebeurt. Banden gaan eraan. Webber kan hier niks. Alleen nog maar verdedigen. Dit is goed om te zien. Jazeker. Ik denk dat wij de wedstrijd gaan winnen. Dat gaan we dus niet doen, want ja, we hoeven niet meer naar binnen. Ik denk dat wij het volhouden. Webber kan hier helemaal niks. We houden het vol. Gaan hier de wedstrijd winnen in Hongarije. Nemen weer een grotere voorsprong mee naar de volgende wedstrijd. Ten opzichte van Mark Webber is het op naar de volgende ronde in België. Congratulations, mate! That's a fantastic win! Simply fantastic! Hey, nobody expected that result! Wij winnen hier dus de grote prijs van Hongarije. Webber op P2 komt 16e tekort. Alonso komt 19e tekort voor een overwinning. Hamilton 4, Sutil 5, Alguersfari P6, goed gedaan. Button 7, Petrov op P8, ook goed gedaan van de Russische coureur. Een aantal jongens hebben goed gereden vandaag. Mijn teamgenoot dus weer niet in de punten, maar goed, dat verwacht je ook niet van hem. Jammer, maar helaas, de waarheid kan pijn en hard zijn. Het is wat het is. En met die overwinning stijgen wij in het wereldkampioenschap. Vettel naar de punten. Liuzzi pakt het laatste punt. En Rosberg komt tekort. Schumacher stelt enorm teleur. Het is wat het is. You've just equaled the great Jim Clark's record for consecutive wins. En dat zijn dus 5 achtereenvolgende overwinningen. Leuk dat F1 2010 dit feitje erin zet. Dat hoor je niet in F1 22 en in F1 2021. Dus ik ben hier wel blij mee. Vergroten de voorsprong naar Mark Webber. Dat is goed om te zien. Die gaat hier nog steeds op de laatste plek. Wij dus P3. 222 punten en klimmen bij McLaren in de buurt voor P2 in dat constructeurskampioenschap. Misschien kunnen we Red Bull nog inhalen, maar dat gaat lastig worden. Heel lastig. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb je genoten, bedank dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook om je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F1 2021 en F1 2010 content zien? Abonneer dan voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. @GianAnSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was het Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video van F1 2010.
of F1 2022. En gaan we verder met volop content op mijn kanaal. Tot de volgende keer.